Nou. Welkom, trio. Zullen wij het gesprek in het Nederlands even doen? Ja, is goed. Bob, self-made man. Dit heb je ook weer voor elkaar gebokst. Je hebt twee mooie muzikanten bij elkaar gevonden. Wie zijn het? Ja, op drums. Dat is iemand die ik een paar jaar geleden in Arnhem heb leren kennen. En dat vind ik echt, in Nederland woont het in ieder geval een van de vetste, creatiefste drummers die ik ken. En het is echt een fantastische muzikant en super toffe gast. En dat is Yonga Sun. Oké. En next? Ja, dat is iemand die ik eigenlijk gezien heb in jullie programma, 8 jaar geleden. Toen was ik geloof ik een jaar of 18. En toen speelde hij met zijn eigen groep daar. Met zijn eigen Kung Fu trio. En dat vond ik zo waanzinnig dat ik dacht van, daar wil ik heel graag mee werken. En toen zijn we in contact gekomen. Toen heb ik gevraagd, vind je het leuk om mij in de stukken te komen spelen? En toen zei hij van, oké. Dus zo hebben we het gedaan. En jullie spelen nu hoe lang samen? Want jullie zijn al meer dan een week? Of? Ja, ongeveer. Ja. Zo snel kan het gaan? Ja, precies. Maar zo werken die dingen ook natuurlijk. Hè. Dus dat is juist hartstikke leuk. Je bent hier eerder geweest met Square Orange. Ja. Een groep van jou. Dat was heel veel muziek geënt op Pat Metheny, om het zo maar te zeggen. Dus die mazzel had je ook nog, hè? Want dat is waar, maar dat heeft er niks mee te maken, hoor. Die vraag krijg ik natuurlijk veel. Maar gaat me echt om de sound van Kwong. Dat vind ik echt waanzinnig. Ja. Dus daar gaat het om. Waar hebben jullie elkaar gevonden? Hoe bedoel je, muzikaal? Muzikaal. Kijk, het ding was eigenlijk dat... Dat is moeilijk om antwoord op te geven. Want wat ik zocht eigenlijk... Het is, in de trio ga je vaak eigenlijk met piano en zo, weet je wel. Of met toetsen. En ik wilde juist eigenlijk dat ik zelf meer kon doen. En meer invulling kon geven. Dus dat heb ik eigenlijk gewoon direct aan Kwong gevraagd. Van, kun je gewoon meer... gewoon echt sounds maken en invulling geven. En Yonga doet het eigenlijk ook fantastisch. En zo hebben we elkaar gevonden. Dat was eigenlijk toen we repeteerden, hadden we al zoiets van... Oh ja, oké. En hij is gewend om in zo'n trio te spelen. Dat is waar, ja. Ja. It was common for you to play like this, with only bass guitar and drums. I guess that's been what I've been doing for the last decade. That's why. Something. Yes. Yeah. Uh-huh. And now, how you find each other so quick? You're only here for 1 week, or? Yeah. So what is the chemistry between? It's very good. I mean, I think the chemistry comes out of how well we like each other, and the when we hang out, it's a lot of fun. Mm-hmm. I like them very much. Mm-hmm. So the music is easy. Okay. Yeah. Before this, you had this huge tours and albums with Pat Metheny. Mm-hmm. Pat was a huge hero of mine since high school. And so when I got the phone call from him, it was like one of those dream come true situations. Okay. And the gig turned out to be different than I thought it was, but it was a huge learning experience. And just to be able to be on the other side and being part of the thing that I saw as a kid was extremely cool. The travel was cool, the band, everyone is really cool to be around, and I learned a lot about how to put a band together, how to be professional, and the business side of it. But what do you meant by that you expected something else? Well, I kind of thought, this is going to sound kind of strange, but I had moved to another direction musically, very far from what Pat was doing, so when he hired me, I kind of figured that he would want to go into that direction a little bit more, but he just wanted to add my sound of that kind of stuff within the context of what the group was all about. And singing also. Yeah, that was hard. That was hard, but you did it beautifully. Thank you. I had to practice a lot. Yeah, yeah. Well, especially there's some you with Bona. Yeah. To Yeah, that was fun. We are a bit in a hurry because you have to go back to Seattle. I do. I have a flight to catch pretty soon. What's waiting there for you in Seattle? I have a new 6-month-old daughter. She's waiting for me. I can't wait to see her. See her. Oh. And musically? Is there? I have a few groups going on in Seattle that are extremely cool. I'm excited about it. It's very challenging music. Okay. So hopefully we'll get to bring that over here sometime. When you're here, give us a call. Okay, thank you for coming. Laatste nummer. Het laatste stuk wat wij gaan spelen, dat heet Petit Bourdon. En dat is Frans voor Kleine Droom. Droom, oké. Okay. Yeah. Succes. Thank you for coming. Thank you.